Ik denk, laat ik het zo zeggen. Ik was zaterdagavond bij enkele recepties. En er waren mensen die mij aanschoten, zei de burgemeester. Dat hoge water. Is dat nu om de bypass er even door te drukken of niet? Dat is een promotieactie, dachten ze. Dachten ze, ja. Wat heeft u toen gezegd, eerlijk? Nou, ik heb eigenlijk gezegd dat de bypass er op dit moment even niet toe deed, als ik heel eerlijk ben. Ik heb gezegd dat wij een stevig probleem hadden, omdat er net zoveel water werd opgestuurd vanuit het IJsselmeer en Ketelmeer, als er water moest worden afgevoerd van de Vecht en het Achterland. En dat bracht ook met zich mee dat we een bijzonder gedrag zagen bij, zeg maar, de balkstuw, die zich op het ene moment opblies. Dat was op een moment waarop er meer water, zeg maar, vanaf het Ketelmeer kwam. Dan blies hij zich op. Ja. Maar er kwam zoveel water van het Achterland, dat hij vervolgens ook weer zichzelf implodeerde, zeg maar. Dus dat bestond hij weer even niet. Maar tegelijkertijd steeg de waterstand tot een bijzondere hoogte. Zelfs zo hoog dat het tot 20 centimeter onder de dijkjes bij de Willemeijerpolder heeft gestaan. Heeft u de afgelopen dagen al eens gedacht, dit gaat mis? Wij hebben hier van de week samen met de Dijkgraaf beleidsteam gevormd. We hadden een crisisteam in Zwolle, waarin wij met elkaar overlegden. Wanneer is het moment waarop wij moeten beslissen om de boeren te adviseren hun vee te evacueren? Die plannen lagen klaar. En hoe dichtbij was dat? Nou, die meters en minuten en uren? Het water was op dat moment ongeveer 30 centimeter. Wanneer de balkstuw dicht zou zijn gegaan, dan moesten wij erop rekenen dat elk uur het water 10 centimeter zou stijgen. En wel 20 centimeter? Dus als de balkstuw dicht zou blijven gedurende 3 uur, dan zou de dijk hebben overgestroomd. Zo kwam het niet, want de balkstuw hoefde gelukkig zich niet meer te sluiten. Oké.